einde is nabij. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige zeep. In de vorige aflevering hebben wij Hades verslagen en dus het sterkste summon item te pakken gekregen wat er in het spel te vinden is. En niet te vergeten hebben wij nog een baas verslagen die hier op deze trap stond te wachten op ons. Laten we doorlopen. We hebben dus 3 van de 4 Guardians verslagen die dus zeg maar te verslaan zijn. En ik geloof dat hier een save point zie zit. Laten we voor de zekerheid een tent gebruiken. Ik bedoel, we hebben ze toch en we gebruiken ze bijna nooit. Yay. Nou, als jullie wel weten hoe raar dat dit level eigenlijk een beetje in elkaar zit, random encounter. Oké, ik heb eigenlijk even een klein foutje gemaakt. Iedereen die heeft nog steeds level up uitstaan. Dus die wil ik eigenlijk zo snel mogelijk weer aanzetten. En Return Magic moet weer aan. Dus geef me even een seconde. Dit doe ik heel eventjes snel eventjes fixen. Oké, dat hebben we weer rechtgetrokken. Dat is alleen maar natuurlijk heel erg gunstig. Maar goed, we zijn dus bijna op het einde gekomen. Kom je boven, dan zit hier ook nog een spirit die dus zeg maar ook met jou een kaartspelletje wil gaan doen. Nogmaals, het kaartspelletje, daar zijn we niet op gefocust. Ik wil alleen maar laten zien dat ze daar zitten. Random encounter! Oh boy. Fijn. Durven we dit? We gaan het gewoon doen. Oké, jij doet heel eventjes aura op Zelda. Want ik heb geen zin om alles weer opnieuw te moeten gaan doen. Jij doet flare. En weet je wat, we bombarderen hem gewoon eventjes met de arc. Zoals je kunt zien, Zelda heeft minder MP omdat ik 20% MP erbij heb uitgezet. De reden waarom dat ik dat gedaan heb is, ze heeft nog steeds 300 MP ondertussen. En het is 8 dingen die je daarvoor nodig hebt. Dus ja, dan heb ik zelf zoiets van, dan heb je liever tot, dan heb je toch liever zeg maar tot, Zelda's, ja, gewoon haar half MP aan heeft staan en level up. Dus vandaar. Goed, dus weer die enorme cutscene, ik knip hem heel eventjes naar voren toe. Het is net toch alsof dat een aarde of wat voor planeet dat het ook is, tot het er scheet laat op dat moment. Ben je ondertussen dood? Heb ik daar nou al die moeite op gewacht? Ik vind het zo leuk hoe dat Destiny er eigenlijk bij staat als er gemist wordt. Nee, ik mag de finishing touch geven. Hey, er staat er rechts zo bij van... mis. Maar goed, we hebben nou dus Behemoth. Hebben we dus nou zeg maar legit verslagen. Nou, niemand zit op level 50 of meer fout daarvan, hè? Nee, de touwen zitten wel heel erg dichtbij, maar tot nu toe hebben we daar nog best wel een goede afstand over. Dus goed, tijd voor logica's. Zien jullie deze deur naar het niks? Nou zit er wel in één keer wat. Logica's. Als we hier deze brug op gaan... Jeez, dat is één grote gehaktbal. Vuurbal. Is dat misschien een maan of zo? Is mogelijk. Dit is de geboorte van Gaia. Is dat Gaia? 5000 jaar geleden, ja. En wat zit daarboven? Zoek het zelf uit, kijk maar. Oké. Nog meer gezeur over Terra, dat boeit me niet. Echt, hij blijft maar over Terra doorzeuren. Ik heb daar echt altijd zo'n hekel aan gehad. Als ik me niet vergis... Oh nee, dat zit hierboven. Als we hier naar boven toe klimmen, dan zitten hier 2 hele belangrijke dingen. Eén daarvan is... Niks. Hier daarentegen. The Maze of Zeus. Touwler. Tijd voor pret. Dit is de laatste staf die je dus zeg maar aan de touwler kan geven. En dan kan hij Doomsday leren. Deze aanval is devastating. Zorg er daarom ook voor dat iedereen op zijn minst een item heeft die Shadow aanval 100%, zoals deze in dit geval, reduced of het absorbeert. Dus deze is nou gereduced, of die heeft dus zeg maar niks meer te vrezen. En zoals wij weten hadden wij er ook nog eentje met de Ninja Gear die het absorbeert. Dus die willen we zeker even eentje hebben. Het nadeel is, we hebben er maar eentje. We kunnen nog wel een tweede hopelijk ergens krijgen. Dat zou wel heel erg handig zijn, volgens mij in Darugia. Dus daar ga ik nog wel later naartoe als we naar de Master Boss toe gaan. Maar voor nu hebben wij dus zeg maar nog allemaal
Even kijken hoor. Welke was dat? Egoïst. Hebben we die nog meer? Die hebben we niet meer. Oh boy. Hebben we hier iets wat... Shadow... Earth, Thunder, Strength... Razor Shadow. Nee, dat moeten we niet hebben. Absorbs. Reduced. Nee, daar hebben we ook niks tussen zitten. Element Defense, de damage reduced bij 50%. Ook al. Oh boy. Ik ben bang dat we daar nog heel eventjes op mee moeten wachten. Ja. Want jij moet eigenlijk ook een Egoist Armlet hebben. En de andere twee die moeten gewoon een Ninja Gear hebben. Dus, laten we Doomsday nog niet gebruiken. Want het nadeel met Doomsday is... Doomsday raakt iedereen. Dus alle vijanden, maar ook alle party members. En daarom wil je er dus mee uitkijken. En het is Shadow Attack. Maar goed, als je dus zeg maar hier binnenkomt... En je wil hier doorlopen... Mag niet. Nu daarentegen... Kan het weer wel. Maar eerst... Een boss battle. Nou weten we dus dat we met de touwleg absoluut niet Doomsday moeten doen. Ach kijk nou, daar hebben we die Earth Chaos weer met licht die Erwier en ik hebben verslagen. Maar goed, hij is weer terug en sterker dan nu. Dus, oh boy. Flare, Aura, Sepi. Doomsday trouwens kost 36, oftewel 72 zonder extra specifieke dingen. Oké, nou we hebben die... ik doe gewoon Arc gebruiken, maar die skip ik wel naar voren toe. Dus dat scheelt weer. Zie, want CP legt nou het loodje, maar die komt eigenlijk weer terug tot leven. Dus doe jij nog maar een keer Aura. Op CP. Wauw, wat veel schade. Ah, ik ga liggen. Nee, ik sta weer op. En dit is eigenlijk best wel een voordeel, want de transbalkjes zit bij bijna iedereen vol. En dat wil zeggen dat wij de final boss, of de... Niet de final boss, maar de boss der bosses... Dus enorm hard kunnen rammen en wij healen hem met Earth. Damn. Daar ben ik niet echt blij mee. Ik dacht dat Earth Damage hem niks kon doen omdat hij vliegt. Dus hoezo kan dit hem healen? Nou ja, maakt niet uit. Meteor, vind ik leuk. Als hij zou raken. Nou ja, we kunnen flare doen. Ik bedoel, hij heeft nog geen reflect geabsorbeerd. Maar goed, we doen weer eerst even Eternal Darkness. Dus ik skip weer eventjes tot de aarde of Gaia een scheet heeft gelaten. Het is een enorme damage geven. Daar ben ik eigenlijk heel erg... 3300 maar! Oké, dit is te gek voor woorden. Dat slaat nergens op. Nou, Odin heeft dus ook geen nut. Dus dan spammen we maar Bahamut, want die duurt niet zo erg lang. Ah nee, niet weer Earthquake, want dan, oh, dan heal je jezelf weer. Oh, ik heb hier echt een grote fout gemaakt. Maar ja, aan de andere kant, ik ben in trance. Weet je wat, doe jij maar eventjes No Mercy. En dit keer hebben we eigenlijk een beetje een trance die we dus wel kunnen gebruiken. Jij doet Flare, mooi. Wij doen... Ja, doe maar Solutie 9. Zoveel mogelijk schade nu op dit moment doen. Mega Flare. Krijgen we weer een keertje heel de cutscene van Bahamut te zien. Het is lang geleden eigenlijk dat we die gezien hebben. Dus op zich kan het niet zo kwaad. Jij doet weer eventjes een Flare aanval. Ondertussen ben ik alweer volledig healed. De anderen die hebben eigenlijk nog een beetje HP nodig, zie ik. Ah, interessant. Die andere transen die zijn eigenlijk ook wel erg handig. En het feit dat Sepi dan zijn trans nou eindelijk een keertje bij een baas kan gebruiken... vind ik niet dat we mogen klagen. Venom Power. Oh ja, vergeet niet, deze baas die heeft dus level 5 death. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. Doe jij maar heel eventjes Curago op iedereen. En dan wil ik eigenlijk... Oh, ik kan Destiny natuurlijk geen command geven. 9999, maximale damage. Daar ben ik blij om. Kunnen we dat nog een keer doen?
Kom een Grand Lethal of zo. Grand Lethal Weapon. Ah, Destiny. Overleef het, jongen. Oh, je verliest echt heel veel HP. Curare er bovenop. Want ja, het nadeel van Venom is dat ze dus ook, zeg maar, MP verliezen. En dat kan nogal een probleem zijn. Hier, level 5 dead. Ik wist wel dat hij die ooit een keer zou doen. Maar ja, iedereen die zit boven de level 5 of daar een meervoud van. Dus niet op een 5, 10, 15, 20 of zoiets in die trend. Dus daar hoef ons geen zorgen over te maken. Doe jij nog maar een keertje voor de zekerheid even healen. En jammer genoeg heeft dit geen effect. Zou wel leuk zijn als dat het effect zou hebben. Dat je een baas zou hebben die op level 5 zou zijn en in één keer zegt van poef, oké, ik ben dood. Maar nee, daar hebben ze over nagedacht. Hoppakee, weer maximale damage. Daar is eindelijk die antidote. Jij doet eventjes gelijk een chakra op jezelf omdat je bijna geen MP meer hebt. Laten we voor de grap Meo Twister eens doen. Ik bedoel, we hebben nou eindelijk een keer de kans om alles te zien, dus... Meo Twister hebben we trouwens net ook al gedaan. Nou ja, lekker belangrijk. Jij doet nog een keertje Flare. Ik zou dolgraag Doomsday willen doen, maar ja, daar heb ik nou nog niet de kans voor. En oh boy. Miss. Damn it. Oké, je hebt weer een beetje MP erbij. Meo Twister. Oh, die hebben we net niet gedaan trouwens. Maar toch weer maximale schade, 9999. Oké, jij doet heel eventjes revive. Mocht hij dit nog een keer overleven. En dan doen we Stellar Circle 5. Als hij dit niet overleeft. Jeetje, maar heeft dat beest veel HP. Nou ja, we kunnen in ieder geval Zelda terugbrengen. En doe. Eigenlijk hebben we nou een volledige functie van trans gehad. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Maar we moeten wel uit gaan kijken, want anderen die staan namelijk ook op het punt om op trans te komen. En ik wil liever niet dat dat een beetje een issue gaat worden tot iedereen dadelijk in één keer trans heeft. Want ik wil die trans een beetje bewaren. Zeker die van Destiny. En die van Zelda met Ark is dus ook heel erg dodelijk. Oké, stel een Circle 5. Wauw. Oké, nou is hij wel verslagen. En die doet ook 9999. Wauw. Oké, gunstig. En onze trans is geëindigd. Zo hoort een trans te eindigen. Waarom kan ik niet in trans blijven eigenlijk als Kutja? Ik bedoel, Kutja is mijn broer, dus waarom niet? Oké, nou in ieder geval, we hebben weer 10 AP. Niet dat we daar iets aan hebben, we krijgen wel weer wat geld. Dat is alleen maar gunstig, denk ik zo. Toch? En dan lopen wij dus zeg maar hier de duisternis tegemoet. Wow! Er is niks! Dus dit is het einde. Dit is het. Er is niks meer. Dit is de ruimte. De ruimte? Ja, je reis is nog niet over. Wees niet bang. Stap vooruit. En je zult dichterbij zijn bij de waarheid. Ga, Sepi! Kijk hoe makkelijk praten. Oké, prima. Yo, wat? Oké. Dus dit is eigenlijk nogal een beetje apart. Wat je hier moet doen is, je moet gewoon op vooruit drukken. Dat is het enige wat je hier hoeft te doen. Ja, je kunt hier nog random encounters tegenkomen. Maar op dit moment hebben we geluk en gewoon op vooruit drukken. Je hebt een nieuwe wereld onder... Je hebt een nieuwe realm om... Ben je binnengegaan. Er zijn geen werelden meer en er is geen ruimte meer. Volg je geheugen. Je oorspronkelijke geheugen. En ga verder naar voren. Garland, wat is daar eigenlijk precies ons geheugen? Waarom kan ik, alleen ik, andere geheugens, zeg maar, zien en ervaren wat er allemaal gebeurd is, zelfs voordat ik geboren was? Garland, alsjeblieft, vertel het me. Stop niet alle geheugens in maar één ervaring van gebeurde. Dat is alleen maar de buitenkant. Elk leven is geboren in deze wereld. Wanneer het nou natuurlijk is gegaan of met werk is gemaakt. Iedere leven heeft een ouder. En die ouder heeft ook een ouder nodig. Leven is verbonden met elkaar. En als je al die verbindingen bij elkaar gaat vinden bij het leven, dan is er maar één bron. En dat is hetzelfde met geheugen. Alle leven en intelligentie hebben geheugen meer dan ze kunnen ervaren.
memory. Geheugen is niet alleen maar bij één leven. Het is nogal lastig om te evolueren en dit is nogal heel veel klets. Want je kunt dat zeggen dat memory en evolutie gaan met hand in hand. Maar het meeste leven voor ons onderstaande, dat snappen dat niet. En die snappen niet wat de echte bedoeling is van geheugen. Wat het... Serieus, wat dan een klets. Dus, wat ik ga zoeken is bij terug naar de wortels te gaan. Ja, je zult daar een ding vinden wat over alle leven en geheugen gaat. Het kristal. Kristal? Nou gaan we dus naar een kristal. Je staat er alleen voor nu, jongen. Zeepie, zorg voor Kuja. Maak hem af. En bescherm dat kristal. Tot ziens. Hi. Garland, wacht nou eens eventjes. Garland? Garland! Hoe cool was ik gemaakt om me voor één ding te zorgen? Ik heb er geen spijt van dat ik geboren ben in deze wereld. Wacht, Garland is geboren in Gaia? Nou snap ik helemaal niks meer van, jongens. Maar goed, is dit dan het kristal waar Garland het over had? Het is tijd om de waarheid te vinden. Nou, op dit gebied wil jij heel voorzichtig zijn met de random encounters die je tegen gaat komen en niks anders doen dan alleen maar wegrennen. De reden is, dit zijn namelijk de random encounters die we hier kunnen tegenkomen, zijn replica's van de vier bazen die we net bevochten hebben. Het nadeel van deze vier bazen is, ze droppen geen experience, ze kunnen wel wat geld droppen, het enige nadeel is, ze geven AP. En daar hebben we op dit moment niks aan. En deze beesten zijn zoals jullie weten hard. Zoals nou komen we hier bijvoorbeeld weer licht tegen. Licht daar hebben we geen zin in, dus hier wil je niks anders doen als wegrennen. Maak je geen zorgen, wil je nog farmen, is dat natuurlijk altijd nog mogelijk. Skill, flee, klaar. Levelen kun je namelijk, je kunt nog altijd terug. Er is niet zeg maar een punt waarvan ze zeggen van, nee, je bent hier nou gekomen, dus je kunt niet meer terug. Je kunt nog gewoon rustig teruglopen, geen probleem. En het lijkt dat daar Destiny achter blijft, maar Destiny blijft niet achter hoor. Die zit nog gewoon in onze party member. Nou dat we zeg maar, oh nee, ik moet hier naar beneden toe. Nou, dat we dus zeg maar nou de touwlug zijn wapen hebben gevonden. Als we dit parcours hier zo aflopen. Het is een kort parcoursje. Random encounters zijn dus alleen maar hier gemaakt om eigenlijk weg van te rennen. Want het is echt, het heeft geen nut om er tegen te vechten. Maar dan komen we hier bij de laatste safe orb. Deze laatste safe orb geeft jou de functie om te teleporteren. Teleporteer zorgt ervoor dat je automatisch bij het begin van memory aankomt. En dus zeg maar bij het begin van deze gebied staat. Gaan wij hier naar voren toe, is er geen weg meer terug en gaan we naar het einde van het spel. Nou, er is nog één final boss die nog op ons staat te wachten, dus dat willen we nog niet doen. Dus laten we maar eventjes teleporteren. Yep, wij willen terug naar de entrance. Vergeet niet, op het moment dat je meespeelt, voordat je dit doet, niet klikken, wachten, ho, stop. Als je dit doet, er is geen manier om terug te teleporteren als alleen maar weer heel dat stuk terug te lopen. Het is een éénweg teleportatie die je dus automatisch hier naartoe brengt. En je kunt dus niet terug teleporteren tenzij dat je helemaal weer terugloopt naar die locatie waar dat we net zijn geweest. Hallo random encounter. Hallo random mailgeluid. Ik wil gewoon mijn teammembers bij me houden. En zoals ik al zei, ik wil terug eventjes langs de Runia. Of hoe dat ook heet. Ik noem hem de Runia naar de Legends of Zelda. Maar, oh ja, poison. Het staat er nog zo mooi bij, poison. Maar daar wil ik dus heel eventjes naartoe om te kijken of wij dus zeg maar nog van die Egoist Armlets kunnen krijgen. En of wij nog ergens de Ninja Gear voor elkaar kunnen krijgen om Doomsday veilig te kunnen gebruiken. Dus laten we daar maar heel eventjes naartoe vliegen. Want vanaf dat punt... Even kijken, waar is dat? Die zat hier toch? Nee, dat is Chocobo's Lagoon. Hier. Dagurio. Whatever. Maakt niet uit, als beestje maar een naam heeft. De reden waarom dat we dus hier nog naartoe willen vliegen is... Oh. Ik moet niet sturen, want als ik ga sturen, dan werkt het niet meer. Nadeel is dat ik wat lager wou vliegen. Dat we tenminste wel zien tot we vliegen. Maar ja, de reden waarom dat we dus nou zeg maar de Memoria verlaten is... De tijd is aangebroken om naar de basis der bazen toe te gaan. Naar de gevaarlijkste baas van het spel. Zelfs de final boss is niet zo moeilijk als de baas waar wij nu zeg maar naartoe aan het gaan zijn. Maar die wil ik sowieso bewaren voor de laatste aflevering. Voor de aflevering van morgen. Als ik me niet vergis is het vandaag woensdag. Dus dan hebben we die baas op een donderdag. En dan hebben we vrijdag de finale. Dus dan is dit de laatste week van Final Fantasy. Dat is snel gegaan. Jeez. Oké, nou laten we eerst eens eventjes kijken wat onze treasure rank is. Ik weet het, we hebben nog die baas niet verslagen. Met de naam die ik nog niet ga noemen. Laten we zelf even kijken. Kunnen wij... Ik heb één ninja gear nodig, want volgens mij kan de touwler hem niet aan. Die kan hem niet aantrekken. Dus tenminste, dat wil ik wel eventjes kijken.
Jij hebt een ninja gear. Light for that. Nou, laten we eens heel eventjes jou eventjes weer een dark gear geven. En laten we eens eventjes kijken. Jij kan hem aan. Wacht eventjes. Het was niet een ninja... Wel, het was wel een ninja gear, toch? Ja. Dus jij kan hem aan. Jij kan hem niet aan, dat weet ik zeker. Nope. Touwelig, kan jij hem aan? Ninja gear? Nee, ik kan hem ook niet aan. Ah, nee, jullie moeten het echt doen met die... Nou, jullie moeten het echt doen met die armband. Goed, kun jij die armband maken? Eens even kijken. Send. Ninja gear ergens. Zeg maar dat jij een ninja gear hebt. Zeg maar dat je ergens een ninja gear hebt. Heb ik die toevallig aan iemand anders dan misschien gegeven? Want ik weet zeker dat ik er twee had. Egoist armlet. Heb je die dan tussen liggen? Nee. Misschien bij de gewone winkel? Anders moet ik daar eigen research gaan aan doen. Want dat is namelijk de enige strategie die ik heb tegen die final boss. Eens even kijken. Even kijken. Egoist, dat was die toch? Yep, die moesten we eentje hebben. En de ninja gear. Ninja gear! Oh, nou ben ik blij, nou ben ik een heel blij konijntje. Oh, gelukkig. Oké, we zijn helemaal protected tegen de shadow aanval. En voor afsluiting van deze aflevering, weet je wat ik doe? Ik laat jullie wel eventjes zien wat die doomsday aanval kan doen. Dus laten we wel eventjes de equipment gaan pakken. Ninja gear. Jij pakt de egoist armlet. Dan heb je ook geen shadow. Jij hebt hem ook al geëquipt en je hebt een ninja gear. Goed, we staan er klaar voor. En dan geloof ik dat we hier nog ergens konden rusten voor mijn honden Jill. En dat wil ik ook zeker doen. Wat sta je hier bij jou? Ik weet niet waar je het over hebt, maar ik wil ergens rusten. Ik wil ergens rusten. Hebben jullie hier ergens een in? Moet hier toch ergens een in zitten? En dan spuik ik gewoon buiten een tent, hoor. Oh, jij bent die treasure man. Rank C! Oké, nou, dat is prima, want ja, we hebben natuurlijk, ja, je zou volgens mij rank B hebben op het moment dat je die Moogle Quest hebt gedaan. En als je alle kaarten hebt gedaan, dan zou je dus, zeg maar, op rank E komen. En dat is dus, zeg maar, echt het maximale rank die je dus, zeg maar, tegen kan komen. Jammer dat ik hier niet zo snel erin kan vinden, maar ik wil jullie eventjes laten zien wat Doomsday precies doet. Dus, mag ik een random encounter game, alsjeblieft? Dit is de eerste keer dat ik erom vraag. Ah, dat duurde niet lang. Dat is gunstig. Nou. Oh, gelijk nou nog eens een keer nog die draak. Leuk. Touwler, het podium is voor jou. Doe je ding. En ik ben vergeten dat Destiny nog steeds gepoisoned is. Dames en heren, dit is Doomsday. Dat deed een behoorlijk aantal schade. Nou, als je goed had opgelet, zag je dus bij Zelda en de Touwler staan... Guard. Bij Destiny en Zepi waren ze in één keer volledig geheeld tot max health. De reden hiervoor is omdat Doomsday doet zo'n enorme aantal schade. Ik las net iets van 6000. En ja, op het moment zeg maar tot het gebruikt wordt tegen anderen. Zal ik je alsjeblieft heel eventjes op komen staan. Ik heb je even nodig hier. Ja, op het moment dat je dat dus zeg maar gebruikt, de anderen zouden dan automatisch ook ik weet niet hoeveel schade krijgen, wat dus zeg maar heel erg gevaarlijk is. Nou, het voordeel is dus als je Doomsday gebruikt, dat je dus zeg maar sowieso je warriors automatisch constant zou healen. En dat je dus zeg maar je geen zorgen meer hoeft te maken over zijn schaduwaanval. Deze aanval daarentegen, ja ik ben nog niet uitgepraat, deze aanval wordt ook gebruikt... Door die final boss. Waar ik het over heb. Of niet de final boss die extra bonusbaas die sterker is dan alles. Het grappige is.
Normaal gesproken is die final boss protected. Hier 6000 health, extra 3000 voor Zepi. En 6000 tegen die vijand. Maar normaal gesproken zeg maar, is die baas beschermd tegen shadow aanvallen. Net zoals dat wij nu zijn. Maar omdat wij de friendly creature quest hebben gedaan. Weet jullie nog, die lieve schattige beestjes. Is hij daar nou tegen niet zo sterk meer. Dus doet hij zichzelf schade. Wat een voordeel is. Dus ja, met dat gedaan te hebben. Ga ik mij voorbereiden op die boss battle. En hoop ik jullie allemaal om te zien morgen. Bij de boss battle der boss battles. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Heb je nog vragen, laat het weten in de reactie. Als je daar de tijd voor hebt. En met dat gezegd te hebben. Tot morgen. Doei.